tips. Ik ga jullie laten zien hoe je een echte filmster kan worden met make-up. Heel belangrijk. Zelf heb ik eigenlijk geen make-up nodig, want ik ben een natural beauty. Maar ik ga het jullie laten zien, want jullie hebben het wel nodig. Hè? Want dan kan je niet voor de dag komen. We beginnen met een schone basis. Dan heb je dus niks op, net als ik. Wat de mannen leuk vinden, is dat je er mooi uitziet. Dus moet je altijd zorgen dat je een goede foundation hebt. Eens even kijken. De foundation. Die smeer je lekker op je wangen met een goede kleur, zodat je gaat stralen. Ja, en je moet zorgen dat ze allebei precies op dezelfde plek op je wangen komen. Dat heet symmetrie. Dan gaan we door met een foundation. Een foundation is heel belangrijk om je rimpels weg te werken. Ja, kijk, je spuit het een beetje op je hand en dan smeer je dat zo dat de wallen weggaan. Want wallen, daar houden de mannen niet van. Dan denken ze namelijk dat je oud bent. Goed, wat we dan doen is zorgen dat de wenkbrauwen aangezet worden. Dan doen we heel voorzichtig, zetten we die wenkbrauw aan om te zorgen dat die beter te zien is voor de mannen. En nu komen we aan mijn favoriete stukje. Dat is de arcadeboog. Kijk, hier heb ik alle kleurtjes van de regenboog. Ja. En daarmee gaan we de arcadeboog, die zit hier, gaan we aanzetten. Ik hou zelf heel erg van blauw. Zo. Ja, vroeger had ik een man. Die liet me altijd alle hoeken van de kamer zien. Nou, toen had ik pas blauwe ogen. Ja, nou, ik ben blij dat ik van hem af ben. Zo, en dan nemen we een ander penseel. Je moet altijd netjes zijn op je penselen. En dan zetten we hier ook nog een leuk kleurtje er tegenaan. Want we willen vrolijkheid. Ja, en we kunnen niet vrolijk genoeg zijn. Zo, dit bedoel ik nou. En kleurtjes genoeg, dus je kan variëren. Maar neem altijd een nieuw kwastje. Als je dan bijvoorbeeld hier nog een beetje groen wilt, dan neem je een schoon kwastje, want anders wordt het een smeerboel. Te gebruiken kan je je ogen highlighten en ze mooier stralender eruit laten springen. Als je dan in de spotlights komt te staan, dan gaan je ogen glitteren. En dat vinden de mannen mooi. En ook al het publiek wat naar je film komt. Verder is het heel belangrijk, als je toevallig per ongeluk een heel dik gezicht hebt, dat je je gezicht gaat zeepen. En zeepen doe je met een goed stuk zeep. En dan zeep je je wangen weg. Dan zeep je dus eigenlijk je gezicht in een bepaalde zeep. Zodat je dan daarna een dunner gezicht krijgt. De mannen houden van dun. Dus wat je dan verder nog kan doen, is een bruine touch hieronder zetten. Zo. Want dan vallen je wangen in. Dat vinden ze mooi. Vrouwen gaan vaak glimmen. Dat komt omdat er vettigheid op je gezicht zit. Hebben we speciale spullen voor. Kijk. Die nemen het vet weg. Die laat je dan even een tijdje op je kin rusten. Want dan trekt het vet in dat speciale ding. Dan doen we er nog een. Je voorhoofd is ook altijd zo'n vettige plek. Dan doe je die hier. Als je wilt en je hebt ook een vette neus, plak je dat nog even hier. En dan ga je een tijdje een beetje zo wachten tot het vet in deze speciale tissues is getrokken. Intussen kan je een wortel uit de ijskast halen. En die snij je dan in plakjes en die leg je op je ogen. Als je eventueel trek hebt, kan je een hapje nemen. Maar niet de hele wortel, want dan kan je hem weer niet op je ogen leggen. Hè? Dat is stom. Dan ga je een beetje zo rustig liggen. Dan
trekt ook je oogsap in die wortels. En dan word je weer beeldig. Oh. Nou, ik denk dat mijn wortels vol zitten. Want ze vallen er spontaan af. Dat heb je met wortels. Als ze vol zitten, dan vallen ze eraf. Net als rijpe appels. Zo, nou, kijk eens wat een verschil. Enorm. Wat we dan nog kunnen doen. Het haar is ook altijd heel belangrijk. Kunnen we er droog shampoo inspuiten. Op al je harige delen. Dat is heel belangrijk. Want dan wordt dat droog. Zo. Uiteindelijk is het ook heel belangrijk dat je jezelf goed afpoedert. Want we willen dat dit allemaal blijft zitten. Dan nemen we een hele goede, dure poeder. Want doe nou niet zuinig. Neem de beste poeder die er is. Die doen we even in een bakje. Zo. Dan pakken we een kwastje. Je doopt hem in die poeder. En je poedert het af. Dat is heel belangrijk dat je dat niet te dun doet. Want anders heeft het dus helemaal geen effect. Je poedert dat allemaal lekker een beetje stevig af. Geeft niet. De wind blaast dat vanzelf alweer van je gezicht. En dan voel je lekker ook heel erg die stevigste van die make-up. Nou, verder kan je natuurlijk altijd uiteindelijk nog zorgen dat die lippen weer lekker bijgehouden worden. Want zonder lippen is de vrouw helemaal niks. Nou, zo kan jij er dus ook uitzien als je Babs Beauty Tips volgt. Maar mocht je nog extra tips hebben, wat ik niet geloof, want ik ken ze echt allemaal, plaats je eigen reactie. Nou, voor ik het vergeet, nooit je décolleté overslaan. Nou, beeldig.